Goedemorgen iedereen. Als je kunt zien, ben ik weer buiten. Ik heb gisteren sjaal gekocht, want gisteren was het echt te koud. Het was echt te koud, het kon echt niet. Dus ik dacht, ik kocht even een sjaaltje. Vandaag is een dag dat ik niet te veel heb gepland, eigenlijk totaal niks. Maar maakt niet uit. Er is niks gepland, wat ga je doen? Ja, een beetje rondlopen. Dus ga ik even shoppen. Ja, een beetje dat ding kopen. Ik wil een hoed kopen, wil ik sowieso kopen. En nog iets roods, blues of iets. Ik wil gewoon rode kleding, man. Als op red. Red. Oh ja, trouwens. Dus er waren een paar mensen jarig op voor deze datum. Dus vandaag de 30ste als het goed is. De 29ste. Dus iedereen die op de 29ste van december jarig is, gefeliciteerd. Kennen twee weer. Dus gefeliciteerd gefeliciteerd Brian van Manen. Gefeliciteerd. En Sterren ook gefeliciteerd. Als jullie kijken, dus gefeliciteerd met jullie verjaardag. En ja, doe je dingetje. Ik ga weer verder in Gent. Ik ga een beetje lopen hier, een beetje mijn ding doen. Mijn dingetje kopen. Als ik iets heb gekocht, dan ga ik film dat sowieso. Ik film ook weer de omgeving, zoals gisteren ook deed. En dat is echt de planning voor vandaag. Yes, en misschien tot zo dan. Oké. Hij filmt toch. Oké. Check me out, nigga. Maar maakt niet uit, ik rij ook zo. Ik duw de. Zo. Je hebt hem. Zoals je kunt zien, ik heb een hoed, ik heb een hoed gekocht. Kijk mijn haar. Kale. Ik heb een hoed gekocht, leuk. Trouwens, dat meisje ook altijd ontmoet hier. Die is heel raar gelopen. Ik was daar een dag geweest, dus gisteren dus. Ze is een beetje wisten lopen. Chillen. Ik heb dus toen die sjaal gekocht. Ik kwam altijd in die sjaal trouwens. Echt een leuke sjaal.
kunnen zien, hè, ook een beetje rood, want dat was de doelstelling, hè, rode kleren. Dit is geworden en ik zeg heel eerlijk, hij zit warm, echt lekker warm, dus dat is echt, echt een voordeel. Kost ook maar, het zal zijn, 12 euro op markt, en dat is best wel weinig, want luister dan, hè, deze hoed, hè, bij H&M, 15. Ik heb deze hoed gezien op markt, 15. Of 59. Ik weet niet of dat normaal is voor hoede. Ik weet niet. Als jullie weten wat de normale prijs is, zegt dat in reacties. Want voor mij is dat niet zo, zeg maar. Maar ja. Oh, maar de meisje dus. Ja, ik ging me daar iets doen. Dus gaf haar nummer. Alleen, ik heb zijn nummer op mijn WhatsApp. Ik weet allemaal hoe het gaat. Dus ik kan niet WhatsAppen met haar. Maar ik heb haar sms en ze had niet gereageerd. Dus dacht ik, ja, yo. En ze gaat morgen naar Londen toe. Lucky bastard. Dus ja, zeker niet meer. Zo gaat het hier, weet je. Hoe mensen één dag, twee dagen en een padje gaat door. Dat is het hier. Maar ja, ik ga hem afsluiten. Ik ga dus kijken naar een bioscoop of theater. En wat ik ga doen, laat ik sowieso nog even weten dan. Dat vind ik wel leuk, ook voor mezelf. Wat ik precies ga doen en dan ga ik het doen. En dan ga ik dat even chillen voor mezelf. En ja. Nou, of ik ga eten, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ga gewoon even kijken hoe laat de bioscoop gaat, het theater, en dan daaruit gewoon kijken wat ik ga doen. Dus ja, daar sla ik nog niet meer af. Ja, daar sla ik wel voor nu af. Wow, echt moe. Het is echt intensief, echt veel lopen. Maar ja, ik ga weer dus. Ik heb trouwens niet veel gevlogd. Dat komt omdat ik loop veel. Ik loop veel, Primark, weet je, en dat en zulke dingen, dus... Oh ja, dat is die shirt dat ik gekocht heb bij de Primark? Ja, bij de Primark heb ik die shirt gekocht. 13 euro, echt nice. Maar je loopt veel, dus je kan niet veel vloggen, zeg maar, weet je, kan wel. Maar dan krijg je weer dat ik te veel praat, zoals in Newcastle was ik echt ons aan het praten. Die ook trouwens, maar mij niet uit. Toen was het echt te veel, dus dacht ik mezelf gewoon... Ik had gewoon echt kut gedraaid. Maar zeg maar als doel, ga ik nu gewoon van veel omgeving filmen en dat is het. Dus je zou kunnen zien, die skateboarders, die waren echt dope, man. Ik vond het echt dope. Ik zag ze, ik dacht, ik ga het gewoon vragen en zien of ze willen doen. En ze deden het, vond ik ook wel tof van ze. Maar dat is, wat een muziek, hè. Wow. Damn. Oké, ik ga dus. Ik ga dus nu eventjes ding kijken, weet zelf. Het is nog niet afgelopen, maar als je nu al denkt van, leuk vlog, leuk jongen, hè. Doe even een likeje en zie ik je straks. Film was dat, hè? Ja, ik heb al verklapt. Ik ben bij de film geweest. Ik ging naar de film Sing en wat een film, hè? Echt waar, mensen, wat een film. Het heeft me laten zien dat ik vrolijker naar leven moet kijken. Dat er mooie dingen zijn in het leven, weet je? En dat ik daar meer van moet gaan genieten. Ook in Gent, weet je? Dus het is ongelooflijk waar ik ben. 18 jaar. Kijk eens naar de achtergrond, kijk. Prachtig toch? Kijk dan, man. Dat ik nu mag lopen, is toch gewoon een eer? Is toch gewoon prachtig? Dat dus. Ik heb trouwens ook niet gegeten bij die sperms ding. Sorry Alexia, het komt. Even serieus, ik klop op die deur, hè. Ik bel aan, alles, hè. Ze doen niet open. Maar hij zit daar gewoon te chillen met zijn andere man, hè. Ik klop alles. Hoop of wel hoor, maar waarschijnlijk niet. Maar ik denk, gozer, je toch? Ik sta gewoon voor je raam, maar maakt niet uit, weet je. Zie je, ging gewoon eten in de hostel. Ik dacht zo, eten in die hostel, weet je wel, hè? Ja, ook nog spaghetti, man, hè? Dat moet je goed maken, snap je? Spaghetti moet je goed maken. Ik was aangenaam verrast, dat kon zeker heel goed. Het smaakte zeker, ik heb echt gevuld.
Normaal heb ik nu al lange honger, ik heb gewoon geen honger. Het is nu 10 uur. Ik had gegeten om 6 uur. Ik ben gewoon goed. Ik heb gewoon maar 8,5 uur gedaan over het eten. Het komt omdat ik bezig ben met een blog ook. Ik ben nu bezig met een soort van dagboek. Waarin ik opschrijf wat ik doe, zeg maar. En ja, valt me wel. Valt me zeker. Als je muziek hoort, kun je zeker, dat is van mijn telefoon. Weet je toch, dus zeg. Hey, ja man, weet je toch? Ik ben nu aan het lopen. Ik krijg een flow idee. Ik denk dat ik terug naar mijn hostel, maar ik weet niet zeker. Ik ben gewoon gaan lopen en ik zie het wel. Ik zoek eigenlijk naar een soort van bar disco gebeuren. En ik zie er net één naast me. Dus ik ga even. En sowieso mijn laatste video van vandaag. Dus Savan, als je het leuk vond, begin je te liken. Hè? Als je nog, als je iets leuks zegt, als jullie ook in Gent zijn geweest zelf. Vertel een reactie over wat je hebt gedaan, waar je bent geweest. Laat me weten. Voor nu, Savan Argenté, bonjour, salut. Hij zei dat angst, laat je niet je grootste dromen, je grootste dromen uitkomen door angst. Zo is hij er, maar het is heel mooi.